I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Jesse Silver die ligt er heerlijk ontspannen bij in zijn nieuwe outfitje. Oh, zo gaaf, hè? Maar het is toch wel een beetje een spannende dag. Want hij gaat vandaag zijn eerste prikjes krijgen. Hij wordt ingeënt. En ja, ik hoop dat hij er niet al te veel last van heeft. En waarschijnlijk heeft mama er meer last van dan Jesse Silver zelf. Dus ja, we gaan ons klaarmaken. En hopelijk doet hij het goed. Ben je er klaar voor? Ja. Ga je met mama lachen? Ga je met mama lachen? Ja! 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 Nu lachen we nog! Ja! Gaan we blijven lachen vandaag? Nu? Hoe? Hé? When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, ooh, the sun comes shining through. And when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing and be happy again. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. We hadden 30 gram af voor de schone luier. 6700 gram. Nou, lekker je best gedaan. Ja. Heel goed hoor. Ik ga nog even het hoofdje meten. Mag gewoon hier zo. De lengte doen we de volgende keer. Ja. Dat is een leuke keer inderdaad. Ja, ik moet je even vragen joh. Ik vind het idee. Het gaat zo. Heel goed. Ja, zo. Nou, helemaal goed. Mag je weer meenemen? En even zo laten, even wat omslaan. Zullen ja. Jullie zo geroepen? Ja? Nou, dankjewel. Ja. Ja, flinke kerel, hè? Hij is ook groot gegroeid. Ja. Geboren. Ja, dat is precies. Dus hij je kan dit op de mooi app doen. Oh ja? Dit. Kan je dat gewoon terugzien? Ja. Oh. Moet je even de goede app aanmaken? Ja? Ja. Oh. 480 plus 6. Waarom hier? Standaard. Is het gek? Heb je superpowers even laten zien? Superkracht. Dat is een lekkere kleks. Ja. 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 Hij komt eigenlijk al zo hoog met zijn hoofd als voor een kindje van 3 maanden. Oké, ja, want ik schrok niet, maar ik was wel helemaal verbaasd. Gisteren toen was hij zo hoog dat hij zelfs de L'tjes van het speelapparaat aanraakt. Ik denk zo, wat doe jij nou? Ja. En wat ook kan, als hij zo hoog kan komen, is dat hij zich omrolt. Volledig onbewust. Heeft hij 1 keer gedaan? Ja.
Zodat je, je kan eigenlijk nergens meer alleen laten liggen. Nee. Goed. Ja. Nou, vanaf dit van zijn rug doet hij nog niet heel veel, maar inderdaad vanuit zijn buik, dan is het echt spannende actie. Ja. Eigenlijk pas met 3 maanden, dat is het kletsen. Hij is goed op dreef. Nee. Nou, een lekker hoor. Nou, onze kleine stoere vent, die ligt lekker in zijn bedje. Die kan bijkomen van zijn prikkies. Ja, ja. Zielig hè. Ik heb wel eens een leuk filmpje gezien van een dokter. En het kind was wel iets ouder, maar die deed het heel erg leuk. Ja, die heb ik ook gezien. Echt eerst 2-3 minuten zo. En dan ineens had hij zo. En het kind echt zo. Maar de tweede keer liet ze zich niet meer foppen. Nee. De tweede keer ging ze wel uit. Maar ja, ik vond het wel creatief. Ja. Maar, ja, hij is. Hij was een beetje jengelig. Ja, logisch natuurlijk. En nou ligt hij even lekker te slapen. Niet lekker onder. We gaan hem goed in de gaten houden dat hij geen echte koorts gaat krijgen. Of dat hij echt heel erg slap en alles wordt. Maar hij heeft het eigenlijk hartstikke goed gedaan. Ja, jullie hebben het goed gedaan. Ja, mama heeft het ook goed gedaan. Ik was helaas niet bij. Nee. Maar ik zie dat alles goed is gegaan. Het is dus een flinke kerel. 6,7 kilo. Bam! Maar ze waren er hartstikke relaxed over. Ze zegt, hij ziet er gewoon hartstikke gezond uit en hij doet het heel erg goed. Ja, of je geen gastric bypass. Nee. en de sterkte. Grapje, rustig. Hey. En de sterkte van hem en het gebrabbel wat hij ook deed en zo. Dat is eigenlijk al de ontwikkeling van een baby van 3 maanden. Ik zei het toch, hij is zo begaafd. Ik zei het. Grapje. Terwijl hij morgen eigenlijk pas 9 weekjes is. Dus, ja. Grapje. Maar goed, dus het is helemaal goed gegaan. Ja, we gaan ook zo lekker slapen. Hoi! Dit is Nelson. En dat is baby. En baby. En dit is Jessie. Koningsdag 2019. Het is tyfus weer. Het is zo. We staan eruit met de zon. Ja, mooi. Live I Live. Oké, cool. Nou, we gaan een beetje rondkijken. Het waait wel lekker, dus het zal ook wel weer te horen zijn. We moeten zo'n dingetje kopen, zo'n kapje. Ja. Zo voor hierop. Oké. Okay. Ja, we gaan even wandelen. Kijken wat voor muziek er is. Nou ja, zo zie je dus als je een tijdje in de stad bent. Dat je ineens een leuke nieuwe zaak uit de mond stappen. En we zijn nu dus in een gamehall terechtgekomen. We houden van lampjes en geluidjes en lichtjes en spelletjes. Extra. Ja. Ja, superleuk. Ja.
Kies jij wat kleur in je leven? Hier moet je wezen. Zij doet echt serieus zeer omhoog, joh. Staat erop, Kanye attitude with Drake feelings. Ja, het maakt je een beetje dik. Dik? Noem je me nou dik? Noem je me nou gewoon dik? Nee, juist niet. Waar is mijn schatje? Hier. Oh, hey, hallo. Hij zit denk ik echt mee gechilld. Ja. Nou ja, het staat je leuk. Dat benen moeten wel ik vind alleen een zonbank. Beetje in je kruis, schat. Ja, maar dat hangt hij dus helemaal niet. Oh, want zo... Dan hij zit hier. Maar hier, hij snijdt weg. Ja, leuk. Nou, we zijn zojuist goed geslaagd bij Vibes. Hè? De bonnetje. Kort. En we krijgen nog een bonnetje, dankjewel. Wat dus? Ja, leuke zaak, nieuwe zaak in de stad. Van de Wup. Ja. Wup. Kijk. Ja, niet alleen voor jou, maar ook voor Jessie. Ja. Leuk jasje. Dat ze daar BBV's. Ja. Toppie. Toppie. Ja, en de pinautomaat was kapot, maar ik mocht het overmaken. Dan was ik misschien maar op en neer lopen. Dus ja, top service. En we zijn alweer onderweg naar het volgende plantje. Wacht heel even. Ondanks dat het de weersvoorspelling niet best was. Zag ik. Gaan we volgens mij pas onze eerste bui krijgen, dus dat valt niet tegen. Hè? Oh. Nee, ik was even mijn kind vergeten, maar... Nee, die neem ik voor je mee. Ja, dit was Koningsdag een beetje voor ons. Ja. Het was niet ontzettend feestelijk. Ja, ze hebben lekker muziek en zo, maar ja, dan heb je gewoon wat kleding gezocht. Dan moet je, wij zijn gewoon in de... Even voor in de mood zijn. Even in de winkel terecht te komen inderdaad. Ja, ja, nou is het weer, dat laat het ook niet helemaal toe om nog echt een super lange wandeling te maken. Maar gelukkig is het volgend jaar ook weer, ja. Oh, we need his friends. Dus maakt niet uit waar we zijn, toch? Nee. We gaan even naar de appie. En dan en dan gaan we lekker koken thuis. Yummy. Ja. En dankjewel dat ik voor jou kleertjes heb gehad. Ja, ook fijn dat ik voor jou kleertjes heb gehad. Ja, graag gedaan. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Graag gedaan. Toppie. Ik mocht met de lift mee. Ze ging helemaal opzij en zo. Dat is heel aardig. Twee ging net weg. Oh, serieus? Ja. 8 minuten wachten. Ah, dat is te doen toch? Ja. Smooth hoor. Strak hè? Strak. Strak. Wou ik zeggen. Het is weer de day after. King's Day. En ik heb zin om zo te gaan lopen. Ja. En ik heb zin in een bakje bij je moeder. Dus je gaat hem combineren. Want ik weet dat Maarten binnenkort gaat komen. Maarten van Folos, weet je nog? Folos, hè? Die gaat binnenkort komen met een challenge. Challenge voor mij. Ik ben achterlijk. Challenge. Challenge. En ik ben al even niet meer bij Petra geweest. Dat, ja. Challenge. Die gaat komen met een challenge. En oh, Jessie Held. 2 dingen. De ketosekuur zijn we nog mee bezig. Ikzelf heb er nog niet heel veel gemerkt. Jij? Ik durf het nog niet echt te zeggen. Want toen we daarmee begonnen zijn, toen hebben we dat heel even volgehouden. Want zijn we daarna weer heel slecht gaan eten. Heel slecht. Ja, nou, overdreven. Maar niet helemaal. Paaseitjes en chocolademousse hier en daar. Niet helemaal goed, dus we zijn nu bezig met een... We hebben iets nieuws gevonden. Intermittent fasting. Ja. Ik voel me er heel tof bij. Ja, ik ook wel eigenlijk. We hebben dingen gelezen. Het is een beetje terug naar de oermens dieet. En het paleo dieet heeft er ook wel wat van weggelopen. Die heeft er ook wel wat mee te maken, las ik in een stukje vandaag. Maar even kort gezegd, want ons kind helpt. Ja, het is gewoon dat... 8 uur eten en 16 uur niet. Ja. In ons geval. Ja. Dus, en wij vinden het allebei volgens mij makkelijker om 's ochtends langer niet te eten. Dan dat we 's avonds niet mogen eten. Dus
Ik persoonlijk volgens mij ook ongeveer begin om 12 uur met te eten tot 8 uur 's avonds en daarna niet meer. Ja. En ook met drinken is het dan alleen nog maar water, thee of koffie zonder toevoegingen. Ja. Dus we voelen ons er wel goed bij en hopelijk gaan we dat ook terugzien op onze niet werkende weegschaal. Ja, mocht je het nou snel willen weten, dan zoek het zelf even op. Intermittent fasting, klopt dat Arie Boomsma heeft er ook een boekje over. En anders gaan we, we hebben nu Jessie ligt te huilen, kun je natuurlijk laten liggen, een beetje zielig. Dus we gaan er de volgende keer wat dieper op in. Jij gaat rennen. Oh, nou ja, we hebben eten. Oh. Nou, ik ga nu eerst even ons kind pakken. Ja. Je zit er helemaal klaar in zijn autostoel namelijk. Oh ja. Ja. Ja, dat is toch nog goed. Ja. In ieder geval, Sergio heeft heel lekker eten gemaakt. Die gaan we bij mijn moeder opeten. Ik ga rijden naar mijn moeder. En Sergio die gaat rennen naar mijn moeder. Daar komt het eigenlijk allemaal mee. Ja. Dus. Spreek jullie later weer. Hoe ging het? Ja, goed, ik kreeg hier bij de Lidl, zeg maar, bij de Jumbo. Ja. Oh, dat is niet prettig. Zo graag. Dat is dan gelijk heel erg leuk. Ik heb dat nooit gehad, tot 2 jaar geleden of zo. Maar verder, conditioneel, prima. Even. Goed zo. Break me.